Ja, daar zijn we weer. Heel even terug in Marvel's Avengers. En dat heeft ermee te maken met het feit dat ik me gisteren best wel vermaakt heb met deze game. Het is niet top-notch. Het is niet top-notch. En dat geeft niet. Dat hoeft ook niet elke game te zijn. Maar als het bij je interesses ligt, Marvel, comic books, en het is gewoon een leuke campaign, ja, dan heb je hem al. Dus laten we gewoon verder gaan waar we zijn gebleven. Jullie hebben natuurlijk die ongelooflijk spectaculaire openingsmissie gezien. Captain America schijnt dood te zijn. Ik geloof er vrij weinig van. En we zijn nu volgens mij een paar jaar verder. Ik weet niet of het een paar jaar verder was. Maar we zijn nu in ieder geval een stukje verder in de tijd. En wij moeten Tony Stark volgens mij zoeken. Bruce Banner en Miss Marvel die zijn op zoek naar Tony Stark's laboratorium. Maar volgens mij ook Tony Stark zelf. En laten we kijken wat er gaat gebeuren. Tony stashed most of his stuff here in Stark Industries. If anyone knows where Tony is, it's Jarvis. This trail should take us to the archive's secret entrance. Cool. Well, it's a nice day for a hike. Yeah, that's the spirit. Ooh, hij loopt zoals Geralt in The Witcher. Alsof hij in zijn broek gepoept heeft. De omgeving ziet er wel mooi uit trouwens. Did he scare away the resistance? You know, honestly, Kamala, I don't remember anyone being there. Well, the big guy had a run-in with a few SHIELD agents, but after that, nothing. Oh, right. I think I found something! Okay. Doe maar rustig. Ik loop gewoon achter je. Bit of tight squeeze. Yeah, watch your head. Here. Let me help. Thanks. Miss Marvel is natuurlijk redelijk nieuw. Ze is redelijk nieuw. En het is wel goed om te zien dat ze de traditie voorzet van namen met dezelfde beginletter. Kamala Khan, Bruce Banner, Peter Parker. Nou, je kent het allemaal wel. Nou, hier moeten we zijn. Vet gedaan. Daar gaat hij. Rage. Hold right trigger to activate rage. While rage is active, successful attacks inflict increased damage while also boosting willpower. Damage taken while rage is active is active drains intrinsic rage energy instead of reducing willpower. Okay, cool. Laten we kijken dan. Oh, je begint gelijk groen te gloeien als je rage gebruikt. Wow. Je voelt je wel heel erg powerful als de Hulk. En dat hoort natuurlijk ook. Hé, hey, we hebben nog geen andere moves. Waarom kan ik die nu niet gebruiken? Zoals de Thunderclap en dergelijke. Oké, volgens mij moeten we die shields wel wegbeuken met rage, want het lukt gewoon niet, joh. What the oh, hold power. Ja, kijk, nu wel. Gelijk deze gast neerrammen dan. Oh, het duurt wel heel erg lang, hoor. Het
is wel een beetje waar ik bang voor was. Het is heel erg veel hersenloos buttermashen. En dat is gewoon zonde, dat hoeft helemaal niet. Raak hem dan! Oh shit, daar is hij. Een peacekeeper. Ja, ja. Wat ik al zei, het is best wel veel hersenloos buttermashen. Het ziet er misschien spectaculair uit, maar ik doe vrij weinig. Dat hoor je misschien ook wel, maar alleen maar tak, 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 tak. En dat is het meestal met dit soort games. Dat echt heel erg de mainstream moeten aanspreken. Die mogen niet te complex zijn. En dat is toch erg jammer. I can tell by your silence that you are not amused. That's okay. I don't think Bruce likes my jokes either. Okay. Okay. Die wall jumps zijn op zich wel dope. Maar Kamala Khan, ja, ze is redelijk nieuw. Ik vind het niet heel cool. Maar ja, ze is ook niet voor mij geschreven natuurlijk. Ze is weer om andere mensen binnen het Marvel-universum te trekken. Want volgens mij doet ze het wel goed. Ze is redelijk populair. Oké, dit kan niet. Ah, daar is ze. We good? Die Hulk ziet er echt goed uit. We're cool. I guess. Oh man, Kane didn't just arrive. They've set up shop. We've got to find Jarvis and get out of here. Een lootbox? Really? Here we go. Het is zo gek dat hij gewoon recht op muren kan springen ook. Maar ja, dat doet hij in de films natuurlijk ook en de comics. Ja, whatever. Never mind. Bepaalde textures in de bos zien er echt heel erg slecht uit, zeg. Een kleine hiccup. Oké, Thunderclap is ready. Oh, oh god, daar zijn ze weer. Eerst de Peacekeeper. Die is heel vervelend, die blijft ook maar transporteren. Wauw, dat klonk als iemand uit de Outer Worlds. Die had ik nodig, ja. Are you kidding me? Die heavy attack duurt gewoon te lang, man. Oh, wat gebeurt er nou? Snel korte metten mee maken. Hoe komen we erboven? Okay, even kijken, hoe komen we erboven? Hoe komen we erboven? Nee, laten we dat niet doen. Oké, laten we het wel doen. Leven erbij. Ah, here we are. Het is
Zie je, het is allemaal iets te simplistisch nog af en toe. Leef hij nog? Nee. Hebben we hem? Hij blijft maar opstaan, joh. Oké, nu hebben we hem. Oh, hij hoorde niet bij mij. Hij had me gewoon niet in de gaten. Het voelt wel alsof... Ik denk dat Hulk een beetje de OP superhero gaat worden in deze game. Het gaat de noob-character zijn. Als je straks online gaat spelen, dus met vrienden, raids en noem het allemaal maar op, dan gewoon de noob mag met de Hulk spelen. Gewoon de hele tijd rage gebruiken. Kan niet geraakt worden. Kijk, en dit zijn wel hele dope moves natuurlijk. Oh. We hadden hem nog niet. Open gear screen. Power boost gear items and artifacts quickly increase their power level and attribute strength. Power boosting requires rare resources. High quality gear can be boosted increased number of times. Oké. Dit zijn dus die dingen waarbij we kunnen upgraden. Oké, laten we deze selecteren. Dit is exact hetzelfde. Laten we deze dismantelen dan. Oké, meer hebben we nog niet. Deze booster. En dan kan je hem ook zo levelen dan? Of is het gewoon een beetje pointless als je straks toch betere gear krijgt? Nee. Waar moeten we heen? Hier? Volgens mij wel. Je moet dus echt eerst die heavy attack doen om dat schild weg te krijgen. Oké, dit was waar ik een beetje bang voor was. We zijn nu iets meer dan een kwartier bezig. En heel eerlijk, we hebben al een kwartier lang hetzelfde alleen gedaan. Ah, kom op. Hè? Het is gewoon gangetje. En alleen maar dezelfde type enemies. En alleen maar hetzelfde beuken. Dat deed Marvel Spider-Man toch beter. Waar is hij? Oh, nou. Toch ben ik benieuwd. Zeker de casual gamers onder mijn vrienden. Ik ben benieuwd of ze dit tof gaan vinden. Ik kan me voorstellen van wel. Het is best wel toegankelijk namelijk. Oh. Oh, als je die jump goed timed... Dan ga je echt veel sneller. Ik heb dat nu pas door. Het is af en toe moeilijk om enemies te zien in de chaos. Unspent skill points. Oké, laten we kijken. Skills. We hebben 1 skill point. Battering ram. Ja, dat lijkt me wel wat. Nee, die light dodge attack hoeft niet. Ranged power attack. Nee, hoeft ook niet. Ground Shaker kan interessant zijn. Nee, laten we die... wat zie je? Rage? Takedowns boost the energy of the intrinsic rage meter by 15 points. Nee, ik ga voor de light sprint attack. Ja, laten we die doen. Die lijkt me wel handig. Ik kom zo vaak op mensen echt afsprinten. Dan kan zijn schouderbeuk wel handig zijn. There's a path up through the research lab. You have to bust through the servo room.
Ik zou heel graag willen horen wat je zegt, maar ik ben nu even een paar van je robots in elkaar aan het buiken. Ik vind het alleen echt altijd zo... Ja... Zo simpel en optimistisch over hoe snel de mensheid zich kan keren tegen die Avengers. En ik weet niet of ik dat helemaal geloof. Voor gasten die echt al meerdere malen de planeet hebben gered. Maar ja, we leven ook wel in een gekke wereld. Kom op. Beuk hem. Daar. Kijk, dat was die schouderbeuk. Was dit heel effectief trouwens? Die viel een beetje tegen. Kijk, dit is hem. Ik had er meer van verwacht. Hey, baby. Kijk, dat pakken ze allemaal in één keer. Ja, dit level duurt te lang. Dit level duurt te lang en er gebeuren te weinig interessante dingen. Ik weet niet, het is enerzijds is het leuk, omdat ik wel benieuwd ben naar het verhaal. Maar de gameplay, jongens, het is zo mediocre. Want het is best wel een interessant verhaal, maar... Althans, ja, van wat ik tot nu toe nog heb gezien, maar... Wat hij probeert Bruce ervan overtuigen dat superheroes niet nodig zijn? Wat betekent dat pijltje bijna? Dat ze te sterk zijn voor ons ofzo? Laatste. Ja, had ik niet eens nodig, maar whatever. Oké, we kunnen weer skill points spenderen. Is dat die guy ook? Ja, laten we eerst even skill points weer spenderen. Deze was wel... Oké. Die gaan we doen. Gear. Hebben we daar nog iets anders? Nee, ja, trouwens, deze kunnen we ook meteen dismantelen. Ja, ik weet niet, man. Ik vind deze upgrades, zeker bij een hulk, ik vind het er niet bij passen. Maar ja, dat kan mijn ding zijn. Ja, volgens mij is dat niet nodig. Is dit nou een boss battle? Nee, toch? Anders is het wel heel treurig. Both of you.
Trouwens, we moeten even die hele, dat hele laboratorium even slopen. Toch, de game draait niet super soepel bij mij hoor. Staat Dynamic Resolution Scaling staat aan. Om 60 fps aan te tikken. Maar ik kan gewoon zien dat hij heel vaak 60 fps niet kan aantikken hoor. Wat wel opvallend is van een game die ook gewoon draait op de standaard Xbox en de PlayStation. Al was de performance daar niet om over naar huis te schrijven. Hij draait toch. Uh-oh. Volgens mij heb ik te vroeg al mijn supermoves gebruikt. Huh? Wat doet deze robot hier dan? Hij staat daar gewoon stil. En nu wordt het een beetje chaotisch dat ik niet eens meer kan zien wat ik aan het doen ben. Eerst even deze vliegende dingen weg. Is wel heel vervelend. Ze blijven ook maar komen, joh. Wat is dit? Huh? Wat deed hij daar? Ik heb volledig gemist wat er daar aan de hand was. Nou, hij mist ook gewoon heel erg veel. Deze was moeilijker te verslaan dan de eerste. If you can't stop the Hulk, then I will. I have to. Oh, wacht even. Nu krijgen we de eindbaas? Ons de baas. Dit doet me ook weer een beetje denken aan die Hulkfilm met Edward Norton. Rent hij op een gegeven moment ook door zo'n ding heen. Het lijkt er echt rechtstreeks van te zijn gekopieerd. Alleen maar mooi natuurlijk. Oké, zij heeft ook nieuwe gear, zag ik. Gear. Nee, die niet. Huh? Ik zag dat ze iets had. Okay, een heleboel cosmetics natuurlijk. Skills, nee, ook geen skill points. Nou, dan gaan we met Kamala gaan. I'm gonna try to get it open, okay? Need to get power to the doors. Looks like there's a generator over there. Yo. Nee! Jesus. Oh my god. Ze lijken een beetje op Dalsim. En ik vind het niet cool. Het ziet er te cartoony uit. Oké, hier werkt het exact hetzelfde. Een heavy attack charge om de shields weg te krijgen. Kijk, hij heeft hem alweer terug. Maar het duurt zo lang dat ze je... Ja, dan missen we hem ook nog. Maar het duurt zo lang dat ze je echt zoveel tijd hebben om te raken. En wanneer ze je raken, dan cancelt hij ook meteen die aanval. Ik weet niet wat dit is. Ik zag nog een lootbox liggen volgens mij. Nou, laten we eerst even deze gast... Oh, ik dacht wel heel even dat ik dood was, joh.
Maar zij heeft... Oh nee. Zij heeft ook een soort van rage mode. Kijk, je ziet dat gele balkje onder haar levensbalk. En dat werkt exact hetzelfde als die rage mode. Als ik dan R2 inhoud, doet hij gewoon extra damage. Sorry, ik vind Miss Marvel een beetje suf. Hey. Toch zie ik mezelf dit niet met vrienden spelen zo. Ik denk dat het dan één gigantische chaos wordt. Beetje een Spider-Man move, maar... Oké, we hebben wel nu nieuwe gear. Ik druk ook de headset op start. Gear. Nou, een klein stukje beter. We hebben het nu toch? Oh nee. We moeten het 3 keer doen natuurlijk. Wauw, echt. Hoe vaak je gewoon dan naar beneden valt? Dat is een beetje too much. Je kan niet die gasten toch hier laten zweven als ik er niet bij kan? Kijk, en ze gebruikt haar lange arm ook niet meer. Dat bedoel ik. Het duurt zo lang om die aanval te chargen. Ah, kom op, man. Nou, haar combat voelt niet... Ze mist ook de hele tijd die ledge. Waarom? Ik druk gewoon A. Ja, het is goed met je. Oh. Wat gebeurt er nou? Hij is toch open? Please be here, Jarvis. Maybe he's hiding somewhere. In this super cool pile of Avengers stuff. Fanboy. Why display pyrite when you can afford the real thing? I should keep. Hey, doe dan. Upgrade module, resources, oké. Het is niet gear wat we gelijk aan kunnen doen. En gear, haha. En ik blijf de hele tijd op start drukken. Kan ik hier niet equippen nu? It's weird. I think this belonged to Thor. Maybe it's a secret lever? Oh, no. It's just a good. Wie's die gitaar dan? Tony. I know I shouldn't be freaking out right now, but I'm freaking out. Tony Stark's guitar. Awkward. First shield. This was on display at A-Day. You don't open a secret passageway, do you? Let's try. Comic found. Okay. Hier achter dan? Hier nog meer? Wat is dit, de reactor? Oh nee. Surprised he kept this. Still no sign of Jarvis.
Jarvis. Jarvis. What's over here? Aw. Looking sharp, guys. Jeez, dit is echt gewoon alsof een bezoeker van Comic-Con hier mag rondlopen. Looking sharp, guys! Wat een toeval. Jarvis staat op een hele oude harde schijf. What you got there, Cricket? Oeh. The Abomination. I don't think so. Disappointing. Uiteraard. All units, find the girl and stay out of my way. There's something wrong with you. Something different. There he is. Kijken er nog meer dingen gebeuren. Oh. It's better inside. To play that game. Blijf om hem heen draaien. Float like a butterfly, sting like a bee. En zijn leven gaat er wel heel langzaam vanaf, zeg. Kan die groter worden als die bozer wordt? Dat is wel een ding, toch? Dat zou deze game wel helpen, gewoon... Als de Hulk bijna dood is, dat hij gewoon groter wordt. Wat is dit, zijn rage mode ofzo? Waar gaat hij heen? Zijn moves zijn op zich nog best wel makkelijk te dodgen. De game die stort qua FPS wel heel erg in op dit moment. Ik kan er niet bij benen. Maar we gaan hem klappen. We gaan hem makkelijk klappen zelfs. Kijk. Het zijn wel hele toffe setpieces, dat moet ik ze nageven. Hij mag zijn teennagels wel eens knippen. Komt hier de war table terecht of zo? Dus je krijgt ergens een basis. Okay. Ik kan me voorstellen dat Tony's laboratorium is.
105. According to our lead scientist, we have successfully reverse engineered the kerogen gas. What? Wait, please. Calm down. In a moment, this will all be over. Administer the cure. What does that mean? You're hurting him. Hij is gefixt, toch, nu? Ziet er normaal uit. Totdat hij ontploft natuurlijk, ofzo. Is dat ook wat ze willen gaan doen met de Avengers? Wil ze weer normaal zijn of juist niet? Waarom zou je dat in godsnaam willen? Competition, you know, then everything would just be... Now look at me. I'm a freak. Whoa, you're not. Dat zeggen alle vrouwen. What you did back there. Hey. Weet je, hij mag misschien wel een paar shirt aan hebben, maar hij is voor mij geen overtuigende Bruce Banner. It's still too fast. And not a lot of people could, you know, do that. What? It's not. Thank you. This room is really great. Okay. Or it will be. I mean, okay. Look at it. Yeah, it's good. Yeah, thanks. Okay, I'll go do other things. You do eating? Good job, Kamala. That wasn't awkward at all. Yeah, op zich wel. Is this really happening? Wacht, dit is de Chimera? Oké. Ik denk dat ik het hierbij ga laten, want we zijn al bijna 3 kwartier bezig. En dan wordt het wel een heel erg lange video. Ja, ik vond het vergeleken met de openingsmissie toch een heel stuk saaier. Het is overduidelijk dat het gewoon een button mashing game is. En dat kan, dat is prima. Daar is ook wel een publiek voor. Ja, voor mij iets minder interessant.
Ik vond het level ook niet interessant. Het was verschrikkelijk lineair. De boss battles waren niet bijzonder interessant. Er zaten ook geen hele interessante mechanics bij. Nee, het was gewoon recht toe, recht aan. Rammen totdat hij dood ging. Hetzelfde was bij de Abomination het geval. Ja, een beetje gemiste kans vind ik wel. Ik vind dat zeker boss battles en in een live service game, als je bijvoorbeeld een Destiny wil gaan nadoen, dan weet je, een boss moet gewoon verschillende stages hebben, moet verschillende manieren hebben om hem uit te schakelen en moet bepaalde weak points hebben die je eerst moet targeten om vervolgens neer te kunnen halen. Ja, dit was gewoon alleen maar hersenloos button mash. Nou, oké, whatever. It is what it is. Dit was Marvel's Avengers, jongens. Episode 2. Mocht je de eerste niet hebben gezien, die staat ook op dit YouTube kanaal. Ga dat ook zeker heel even checken. Marvel's Avengers, dit is de PC-beta. Ik denk dat ik de review moet gaan doen bij GameKings. Omdat ik samen met Jelle natuurlijk een van de grootste Marvel-fans ben. Dat gaat zeker goed komen. Ik ga deze zeker onder loep nemen. Komt dus volgens mij op 4 september uit. Houd het in de gaten. En dit was de video voor vandaag, jongens. Hele fijne zondag verder. Later.